plan. En dus je moet aan de mensen uitleggen waarover het gaat. In dat de plaats is ook een van stuk die... rol van de media. Omdat dat is ook de rol van de media en ook de rol van de politici. Ja. En dan ook de burger. Die ook en de burger moet bereid zijn om er kennis van te nemen, eerder dan zich te vergenoegen met ik ben voor die en ik ben voor die. Maar je kunt polarisatie maar vermijden als een aantal mensen... Dat is altijd zo geweest, hè. Dat was niet anders in het proces Dreyfus in de 19e eeuw dan vandaag. Hè. Als je aan de mensen niet uitlegt waarover het gaat, ja, dan krijg je dus holle meningen en discussies die niet gaan over wat ze moeten gaan. Solidariteit is belangrijk. Hoe verbinden we al die individuen nog tot een groter geheel? Daar zie ik dat onze samenleving voor een stuk een beetje in vastloopt. En dat is een probleem in onze maatschappij. Als je dat goed aanpakt, dan zijn er wel mogelijkheden. Wij zijn allemaal gewoon de bielen die in de donkere aan het testen zijn. Dat is wel heel veel waard, wat we hier hebben. Dat is echt wat telt. Kom aan, we gaan ervoor. Welkom bij een nieuwe aflevering van Discord met de Boys. We zitten hier vandaag met Koen Geens, federaal volksvertegenwoordiger en hoogleraar. Welkom. Goedemiddag, heren. Ja, dankjewel. Dankjewel om tijd vrij te maken. Absoluut. Zoals altijd, we kunnen het over van alles hebben, maar voordat we het over van alles hebben... De meeste hebben een chingetje. Yes, doe mee een chingetje? Yes. Gezondheid. Het is vrijdag namiddag, dus dat kan en alles het zien, is zoeter, hè. Ik waarschuw je, want het is met honing. Whisky honing. Meer liqueur dan whisky. Ah ja. Het is benauwd zeer dan vers. Ja, heeft er van weg, maar ik denk zelfs nog iets zoeter. Nee, goed. Oké, we kunnen superveel topics behandelen. Ik denk dat we ook heel veel kunnen doen, omdat je nu eenmaal al wat langer meegaat in de politiek. Dus dat maakt het super interessant. Hè? En ik denk, misschien gewoon een rustige vraag om te starten, maar omdat het stilaan iets meer die richting begint uit te gaan, of iedereen moet er wel naartoe te leven. Politiek jaar 2024, wat is een beetje uw verwachtingspatroon ervan? Brede vragen, ja, maar... Je ziet al andere tendensen in andere landen, dus... Het is heel moeilijk voorspelbaar wat de verkiezingen gaan geven, zoals altijd. Hè. Ik denk dat op dit ogenblik de cijfers die geciteerd worden niet de juiste zijn, maar het zal moeilijk zijn om ze dramatisch te veranderen. Dus laat ons zeggen dat er naar boven en naar onder op de meeste partijen nog een paar procenten zitten, misschien 5 voor bepaalde... Maar niet meer dan dat. Ja. Hè. Dus de grote orde ligt min of meer vast in mijn bescheiden gevoel. Met natuurlijk een aanzienlijke groeimarge voor mijn partij. Ja, ja. Oké. Ja, nee, kijk mijn beelden. En inderdaad, ja, misschien... we kunnen er kei lang over doen, maar omdat je nu zelf een beetje aanhaalt... Heb je een idee waarom dat CD&V aan zich minder populair is geworden doorheen de jaren? En is dat 100% gelinkt zeg maar, aan het katholieke gebeuren aan zich, dat... minder populair is, om het zo simpel te zeggen? Of ga je toch wat meer dan dat? Want ik denk de normen en waarden die erachter zitten worden nog wel grotendeels gedragen door de samenleving. Maar... Wel, ik denk dat wij niet verschillen van de andere centrumpartijen. Hè. De VLD en Vooruit hebben de voorbije 20 jaar ook stelselmatig een achteruitgang gekend. Hè. Dus nadat een aantal partijen hebben geclaimd de volkspartij te zijn, die wij waren, hè. Eerst de VLD met Verhofstadt, dan de SPA met Stevaart en uiteindelijk de N-VA, stelt je dus vast dat al die centrumpartijen, inclusief de N-VA, achteruit gaan omdat hun standpunten, laat ons zeggen, onvoldoende helder uit de verf komen en de extremen zich veel duidelijker profileren. Ik zeg niet dat het Vlaams Belang een nieuw verschijnsel is, ook niet dat extreem links een nieuw verschijnsel is, maar in die mate dat ze vandaag zich manifesteren, dat is zelfs voor mij nieuw. Hè. Dus ik heb Zwarte Zondag meegemaakt in 1991. Maar goed, dat waren conjuncturele verschijnselen. Nu heb ik wel de indruk dat dat een vrij permanent gegeven is, waar alle centrumpartijen zwaar onder lijden. Mm-hmm. Wij niet meer of minder dan de anderen, maar wij hebben een upswing gekend met Yves Leterme, die voor een stuk... is teweeggebracht doordat wij oppositie gevoerd hadden, doordat Verhofstadt zich verslikt had en doordat wij een kartel met de N-VA gesloten hadden. Dus ik wanhoop nooit, want toen, na de nederlaag van de dioxine, die er maar weer eens op wees dat die fans de verkiezingen bepalen, het is erom dat ik niet kan zeggen wat er volgend jaar gaat gebeuren, zijn wij teruggekomen op een spectaculaire manier. Ja. Oh ja, dat was inderdaad misschien even een vraag terugkoppelend naar... De kleine margeverschillen die nog mogelijk zijn te maken als de verkiezingen effectief daar zijn. Maar heb je het gevoel dat er nog
ja, zeg nooit nooit natuurlijk, maar ik bedoel binnen de redelijkheid van verwachtingen, bepaalde events toch zeg maar gebruikt of misbruikt kunnen worden om toch wel die een bepaalde ja, tendensverschuiving gaan teweegbrengen? Goh, kijk, ik drink altijd terug aan de verkiezingen van 14 en 19. Hè. Dat zijn degenen die ik als minister heb meegemaakt. 14 heeft de regering Di Rupo de verkiezingen gewonnen. Ja. Alleen had de N-VA de marge die ze had met het Vlaams Belang zo benut, dat het was alsof de N-VA de verkiezingen gewonnen had. Maar dat was alleen omdat ze het Vlaams Belang had opgepeuzeld. Hè. En dat kwam vanuit een soort anti-Franstalig gevoel. U herinnert zich dat Bart De Wever altijd zei tegen Chris Peeters, minister-president, wij moeten geen campagne voeren tegen elkaar, wij moeten campagne voeren tegen Elio Di Rupo, terwijl wij in die regering zaten, wat een heel moeilijke positie was voor de CD&V. In 2018 heeft de N-VA zich dramatisch verslikt in Marrakesh. Gehoopt dat de verkiezingen in februari daarover zouden gaan, maar het werden geen verkiezingen in februari. Dan kwam Groen eraan met de klimaatcrisis, dan heeft Groen gedacht van de bonus te pakken. En uiteindelijk is de Partij Vlaams Belang gaan lopen met heel de winst van de verkiezingen. Als men zegt, ja, het Vlaams Belang is heel belangrijk geworden, ja, voor een groot stuk dankzij de N-VA, want de N-VA heeft de verkiezingen verloren. Ja. Net als wij, overigens. Alle regeringspartijen hebben de verkiezingen verloren, terwijl de regering Michel, zoals de regering Di Rupo, eigenlijk een goede regering was. Ja. Dus ik geloof wel in continuïteit. Natuurlijk, als men vandaag met alle Vlaamse partijen zegt, wij willen niet opnieuw in Vivaldi, inclusief de partij van de premier, ja, dan moet ik even in mijn haar krabben natuurlijk, hè, want dan zeg ik, dat is fijn, maar we hebben die regering wel gemaakt. Het was niet onmiddellijk de regering waarom ik zat te smeken, maar eens ze er is, moeten we ze loyaal steunen. Maar als iedereen zegt, we doen niet verder, ja, dan is het niet zo gemakkelijk om een track record van die regering te verdedigen. Oké, ça va. Maar ik ben zelf altijd heel benieuwd, omdat je toch wel, moet ik het zeggen, een aantal zaken altijd ziet die een bepaald uitvergrotingsfenomeen kennen. En ik denk altijd, hoe dichter bij ja, zeg maar, de kiestijd, hoe meer dat toch wel invloed kan hebben, terwijl het dan soms andere thema's, die of positief of negatief waren, toch pittig uit het daglicht verdwijnen. Ja. Wat eigenlijk spijtig is, want in theorie zou je altijd een beetje een totaalsom moeten kunnen maken, met haar pro's en haar cons, maar toch blijkt het dan vaak wel gereduceerd te worden tot de afgelopen 6 maanden dan. Wel, het probleem niet is, volledig, de stem die beloont, de stem die degene die het goed gedaan heeft beloont, die bestaat eigenlijk niet zo sterk. Kiezers zijn vooral bezig met wat men belooft voor de toekomst of met degene waarvan ze geloven, dame of heer, dat zij goud in haar of zijn handen heeft en de verkiezingen zou kunnen maken. Dus dat maakt het heel moeilijk als je het goed gedaan hebt. Een burgemeester kan daar opteren. Een federaal politicus kan daar niet opteren. En hangt dus sterk af van de propaganda van de andere partijen, de eigen propaganda en dan van de events. De Hane was altijd opnieuw premier geworden zonder dioxine. Ja? De VLD heeft op een bepaald moment de stekker uit de regering Le Terme getrokken. U herinnert zich dat De Croo toen gezegd heeft, Brussel alle Vilvoorde wordt niet gesplitst, wij trekken de stekker uit de regering. Maar op dat moment was die regering goed bezig. Dus je weet nooit wat het op het einde wordt. En de meeste mensen bepalen, liggen daar pas van wakker, een paar maanden, misschien een maand voor de verkiezingen. Ja, exact. En we hadden het er net voor de opname ook nog even over het feit van het aantal partijen. Je gaf toen aan van, ik ben precies wel fan om iets, om dat wat slanker te maken, wat minder partijen. Kun je daar een beetje verder over? Ja, de moeilijkheid van een partijhergroepering die iedereen, denk ik, vandaag met wat gezond verstand wenselijk acht. We zijn gewoon met te veel. We hebben 10 partijen in het federaal parlement. En dus een 2/3 meerderheid halen voor een staatshervorming bijvoorbeeld is quasi onmogelijk geworden. Nu, bij een partijhergroepering 1 plus 1 is bijna altijd minder gebleken dan 2. En zelfs veel minder dan 2. En meestal neem ik de Franstaligen als voorbeeld, omdat dat de mensen niet veel zegt, maar tezelfde tijd laat blijken hoe vreemd dat landschap is geëvolueerd. Hè. Dus in de oude tijd, toen ik een jonge snaak was en de politiek volgde, had je aan de ene kant het Rassemblement Wallon en het FDF en aan de andere kant de Volksunie. Dat waren 2 partijen die zaten rond de 20 zetels in die tijd. Ja. Ja.
En in Vlaanderen is die Volksunie blijven bestaan. Dat is dan uiteindelijk Spirit N-VA geworden. En de bedoeling was dat CD&V en N-VA definitief ooit zouden samensmelten. Goed, dat is mislukt. In Franstalig België is Jean Gol, hè, die oorspronkelijk een rattachist was, die eigenlijk terug naar Frankrijk wilde. Ja. Jean Gol is met zijn Rassemblement Wallon in de regering Tindemans geweest, hier in Antwerpen. Ja. Jean de Bien, Perrin, Knoops enzovoort. En nadien heeft hij zich eind van de jaren 70 aangesloten bij de toenmalige unitaristische liberale Franstalige partij. Ja? PLP. Hè? De PVV langs de andere kant. Ja. Partij voor Vrijheid en Vooruitgang. Die MR, vandaag is dat de MR, heeft dus eerst het Rassemblement Wallon opgeslorpt, later heel de rechtervleugel van de christendemocratie. Mevrouw Marguem is een christendemocrate. Ja? Mevrouw Galland is een christendemocrate en zo zijn er heel veel. Meneer Depré is een christendemocraat. Mm-hmm. Ja. En dan hebben ze ook nog eens een stuk van het FDF opgeslorpt, vandaag Defi. Ja. En dus als je ziet, die MR, die heeft al die partijen opgeslorpt. Langs Van Stalige kant is er geen communautaire partij meer. Mm-hmm. En het grappige is, ten eerste, ze hebben nog altijd maar net 20%. Ja. En ten tweede, ze zijn unitaristisch geworden, terwijl ze de communautaire partijen hebben opgeslorpt. Ja. Ja? En dus meneer Gol hangt aan de ingang van het gebouw van de MR, van meneer Boucher, de unitarist van dit land. En dat is een rattachist die vroeger was voor de aanhechting van Wallonië bij Frankrijk. Dus dat betekent dat de Franstaligen op dit ogenblik die communautaire druk die wij nog altijd hebben, niet meer hebben. Maar ze hebben wel in de plaats een communistische druk gekregen, waar ze zich ook niet aan verwacht hadden. Er was natuurlijk André Renard in de jaren 60, die al veel vroeger dan in de jaren 60, die een hevige vakbondstrijder was, die bijna ijsjes ten val heeft gebracht in 1961. Maar de linkerkant in Wallonië is dus heel sterk vertegenwoordigd. Bij ons de rechterkant, door het Vlaams Belang. Maar ook de communautaire kant is bij ons nog zo sterk aanwezig. En dat maakt dat land, dat vroeger langs de twee kanten communautaristen had, zeer moeilijk bestuurbaar. Ja. En dus de oplossing zou zijn om... Langs Vlaamse kant is de vraag, wat doet men? Hè? Er zijn maar twee mogelijkheden. Hè? Enfin, er zijn er 10, maar meneer De Wever schijnt te impliceren dat de rechterzijde van de CD&V en de VLD bij hem moeten aansluiten. Er zijn zeker andere mensen, dat heeft al verschillende keren in de krant gestaan, die vinden dat het centrum zonder de N-VA zich moet hergroeperen, CD&V vooruit, VLD. Er zal nog veel water door de zee moeten vloeien voordat dat gebeurt. Ja. Mijn enige waarschuwing is, men zal op een bepaald moment iets moeten doen. Dat was ook met het kartel zo. Daarom hebben wij dat toen gedaan, met overtuiging. Dat is misgelopen op de staatshervorming en op de bankencrisis. Maar dat had kunnen lukken. Als men dat opnieuw probeert, moet men goed weten dat dat niet het manna zal zijn dat uit de hemel valt. Die groep gaat niet ineens 40-45% halen. Dat heeft de MR bewezen. En eigenlijk het kartel ook. Want als je ziet, hè, vandaag hebben CD&V en N-VA ternauwernood wat het kartel anders zou gehad hebben. Dus dat springt niet uit de band, maar het maakt politiek doen tijdelijk, hopelijk definitief, maar tijdelijk iets gemakkelijker. Als het kiessysteem er niet voor zorgt dat die groepering en die hergroepering zich bestendigt, door zoals in Engeland of ik ben voor het Duitse systeem, zoals in Duitsland, een soort meerderheidsstelsel te hebben met kleine kieskringen, dan is het niet mogelijk om de versplintering die zich opnieuw voordoet tegen te houden. Dat bewijst Wallonië. Maar je kan het wel door je kiessysteem te wijzigen. Ik heb daarvoor gepleit in het begin van de legislatuur, maar vandaag zijn daar weinig misschien oren naar. Inzoomend op dat kiessysteem dat u zou willen dan, of dat vandaag meer in Duitsland van toepassing is. Kunt je dat een beetje uittypen? Wel, in Duitsland is het zo dat men twee stemmen uitbrengt. Een eerste stem in een kleine kieskring, waar individuele kandidaten tegen elkaar opkomen. Dus bijvoorbeeld in de kieskring Stad Antwerpen, hè, zou meneer De Wever opkomen tegen mevrouw Verlinden, ik zeg maar iets, tegen meneer Marinauer, ik zeg maar iets. En zij zouden daar met 3 of met 4 voor 1 zetel vechten. Hè? Ja. Dat is wat men in Duitsland doet. Maar dan zegt men, ah, maar nu gaan we die zetel is verworven, dus bijvoorbeeld mevrouw Verlinde wint, uiteraard wint zij tegen meneer De Wever, hè? Mevrouw Verlinde wint, hè? En dan gaan we kijken wat in de provincie Antwerpen de tweede stem is.
Ja? Ja. En de tweede stem, daarvoor zijn er weer een aantal zetels, ja, die men evenredig gaat verdelen. Niet meer qua meerderheid, maar evenredig. En dus die twee systemen complementeren elkaar. Hè? Er wordt een evenredige correctie aangebracht, maar natuurlijk omdat men met zijn eerste stem kiest voor een kandidaat, gaan de meeste mensen voor de tweede stem zeggen, oh, we hebben nu verlinden, hè, we gaan hetzelfde doen. En dus je bevordert daarmee de groei van grote partijen zonder aan de evenredigheid, zoals wij die graag hebben, al te veel afbreuk te doen. Het is niet zo extreem als het Engelse of het Amerikaanse systeem, maar het werkt wel. Dat belet niet dat Alternatieven voor Duitsland, zeker in de oude Oostgebieden, vandaag veel stemmen haalt. Maar misschien tegenkenting, en misschien snap ik het niet volledig, maar gaat je dan niet nog een beetje die populariteitscontest en het sloganisme nog meer bevorderen? Wel, ik denk het niet, omdat het zijn kleine kiesgebieden. Ja? En dus het betekent, vandaag hebben we, dus u weet, in de jaren 90 nog, hadden wij kiesarrondissementen. Dan had je Antwerpen, Turnhout, Mechelen. Ja? En Verhofstadt heeft in het begin van de 21e eeuw gezegd, dat is te goed voor de CD&V of voor de CVP van toen, want je hebt lokaal sterke mensen, we gaan per provincie stemmen. Mm-hmm. Hè? En we gaan dus de evenredigheid sterker prononceren, want uiteraard was zo, dan waren er in de provincie, ja, in het arrondissement Antwerpen waren er bijvoorbeeld 10 zetels, ja, vandaag zijn er in heel de provincie een stuk of 20. Ja. Hè? Dat heeft met zich gebracht, wat Verhofstadt toen gedaan heeft, dat men de lokale tendens nog heeft verminderd, maar dat de kopstukken van de lijst, wat u zegt, veel belangrijker zijn geworden. Mm-hmm. Vroeger stond meneer Tindemans, die stond alleen hier. Hè? Ja. Die stond niet in de provincie. En dus als je met een kiessysteem werkt per kiesdistrict, waar maar één zetel te begeven is, ja, dan heb jij, dan moet de Wever zich verweren in een lokaal district tegen Verlinde. Punt, die komen niet op in heel de provincie. Dat is een beetje een verantwoordelijkheid. Komt het ook wat meer echter over in plaats van tv-programma's en dit en dat. Dat is heel afstandelijk, maar dan is het effectief van oké, wat voor concrete zaken veranderen hier? Of je krijgt sterke lokale deputés die veel onafhankelijker zijn van hun partij. Voilà. Want je kunt je lokale deputé, als dat een koppigaard is en een onafhankelijke mens, maar die haalt altijd zijn stemmen en je wint altijd zijn zetel. Je kunt je niet opzij schuiven. Terwijl je nu van de tweede naar de vierde plaats zegt, dan zegt de VLD maar twee zetels niet meer in Antwerpen of de CD&V, je zult er niet bij zijn. En misschien, en als Piet op een ander thema? Ik dat nog even. Maar en uiteindelijk, ik denk als wij het heel vaak hebben over kiezen, dan is het altijd een interessant model en vaak proberen we verder te denken op het huidig model en iteraties op aan te brengen. Ja. Maar soms moet je ook, denk ik, eens radicaal anders durven denken en waarin dat, ik mij soms minder in vind is, je hebt een aantal partijen waarbij dat dan een voorstel mogelijk zou zijn om die nog te verder te reduceren of op welke manier dan ook. Maar ik denk, we hebben het al 1000 keer gezegd, dat het soms ook interessant zou kunnen zijn, moesten 10 of 20 thema's stellen en per thema op een ideologie stemmen. En dat op een of andere manier die moeten uitgedragen worden, veel eer dan een ideologie, proberen te groeperen in een partij dat altijd maar half-half werkt. Hoe kijk je daarnaar? Waar het dan nu de persona en de partij eigenlijk voor op de ideologie komt. Ja. Waarin dat je eigenlijk veel meer op een ideologie kunt stemmen. Hoe dat die dan moet uitgedragen worden, effectief in dagelijkse werking, complexiteit. Hij wil het mit, zit vol met gaten, daar niet van. Maar ik denk, heel andere manier van te kijken ernaar. Ja. Waar dat we nu toch altijd die personas voor opzetten. Wat al logisch is, want je moet natuurlijk altijd een individu vertrouwen om het uit te dragen. Maar zo krijg je een heel moeilijke weergave van, wat willen mensen nu echt? Omdat je altijd maar op één volledige ideologie kunt stemmen, versus als je een klein beetje subideologieën per thema kunt creëren, dan denk ik dat dat en een interessant experiment zou zijn. Iedereen heeft ook zijn sterke. Links is wat sterker op dat thema, rechts is wat sterker op dat thema. Ja, ik heb in een andere paper in het begin van de legislatuur voorgesteld ook om mensen meerdere stemmen te laten uitbrengen, maar op verschillende partijen. Ja? Ja, zodanig dat je kunt zeggen, kijk, ik panacheer. Ja? Ik voel me eigenlijk goed bij de VLD, maar voor mij is de tweede partij die ook in de regering moet, de CD&V. Dus die ideologieën moeten met elkaar sporen. Mm-hmm. Wat jullie zeggen is verdergaand, namelijk de politieke partijen en hun personen zijn niet de juiste manier om op een representatieve manier aan politiek te doen. Je moet natuurlijk wel zien dat er mensen in het parlement geraken op een of andere manier. Er moet altijd iemand het uitdragen in een representatieve democratie. Maar het is zeker waar dat de politieke partijen, zoals ze vandaag bestaan, een stuk van die ideologie onder de mat vegen, omdat er een heel grote partijtucht is. Ja? En het is een vreemde tucht. Want je hebt aan de ene kant de partij die zegt, in het parlement mocht je alleen zo stemmen en je mocht dat als wetsvoorstel individuele parlementair niet uitdragen.
en de meerderheid mag alleen een wetsvoorstel van een parlementair accepteren als alle partijen akkoord gaan van de meerderheid. Maar dat is echt de particratie. Dat is echt de partij. Ja. En aan de andere kant is er een heel grote anarchie binnen de regering. Ja. Want in de nauwe tijd ging je normaal buiten niet zeggen dat je niet akkoord was met een beslissing van de regering. Dat doet je nu wel. Ik heb ze wel meegenomen, maar kon niet anders, want we moeten verder gaan. Hè. Dus de partijen maken wel vandaag het nemen van geprononceerde duidelijke standpunten zeer moeilijk. Ja. En dus in die zin is er een ontideologisering. En dat is zeker een element van crisis met betrekking tot de centrumpartijen. Niemand weet nog waarin ze verschillen. Ja. Dat is heel moeilijk geworden. En je zei er net, mijn volgende vraag is een beetje tweeledig, van ik heb toen gepleit voor een hervorming van dat kiessysteem. Waarop is toen een beetje afgeslagen, of wat was het een beetje een drempel? En twee, denk je dat er ooit zo'n grondige hervorming kan volgen? Of en hoe snel? Wel, kijk, er was in deze regering afgesproken bij het begin dat men aan democratische vernieuwing ging doen. U herinnert zich dat dat een belangrijk punt van de Groenen was. Mm-hmm. Hè? Dus mijn voorstel had alleen kunnen passen in een democratische vernieuwing wat betreft het stemrecht, dus ofwel het Duitse systeem ofwel een systeem waarbij je kunt panacheren. Ja. Maar de regering is met die democratische vernieuwing tot op vandaag nergens geraakt. Dus er is op dit moment geen draagvlak voor. Ja. En als, los van het feit dat ik heel sterk geloof in het parlement, maar in de huidige conjunctuur kan zoiets alleen gebeuren, zoals Verhofstadt dat gedaan heeft in 2002, als de regering zich er volledig achter zet en zegt, wij gaan nu dat kiesysteem uitdragen. Dat is moeilijker aan het worden, omdat je natuurlijk de Vlamingen en de Franstaligen hebben, die ook hun eigen kiesverrichtingen hebben, hun eigen kiesysteem. Dus je kunt ook niet te veel variëren, want dan weten de mensen niet meer hoe het werkt. Ja. Om nog van de Europese verkiezingen te zwijgen. Ja. Maar laat ons zeggen, er is wel wat aan verandering te doen, waardoor de mensen zich dichter bij die verkiezingen zouden kunnen betrokken voelen dan vandaag. Ja. En dus in die zin ben ik daar heel sterk voor, maar men zal op een bepaald moment zijn religie moeten opmaken of dat kan. Ik heb wel het gevoel dat veel mensen vandaag denken aan kleinere kiesdistricten opnieuw, terwijl dan natuurlijk, er zijn er anderen die denken aan een federale kieskring, hè, vooral dat is Nederland. Hè. In Nederland kun je op iedereen stemmen. Het is een van de weinige landen in de wereld waar dat kan. Hè. En dat is dus totale evenredigheid. Maar je ziet dat wat een versplintering dat ook in Nederland heeft geleid. Ja. En bij ons is dat dan, het heeft een voor- en nadeel. En bij ons is dat dan maal twee. Hè. Ja. Evenredigheid maal twee met grote kieskringen, dat is een enorme moeilijkheid. Dat is natuurlijk ook wel. Ja, je hebt natuurlijk ook al een paar personen nodig die dat dan effectief trekken. Hè. Ah, ja. En zijn er zo daar momenteel mensen dat er nu ook, of jij of niet, of bezig zijn? Dat ligt op dit moment, ik denk, het is in het parlement, hè, die werkgroep Democratische Vernieuwing, maar ik denk niet dat daar behalve de kiesleeftijd van 16 voor de Europese verkiezingen, dat daar heel veel nieuws uit gaat komen, omdat men zich ook over de taalgrens heen niet altijd begrijpt wat die dingen betreft. De Franstaligen zijn een stuk behoudsgezinder dan wij op dat gebied. En dus ik denk niet dat dat voor nu is. Ik vind dat heel spijtig, want ik vrees dat we naar de limiet gaan van wat ons systeem kan dragen. Ja. En er is nog stemplicht. Maar als er natuurlijk de facto maar 80% van de mensen gaat stemmen, is dat een enorme nederlaag voor de democratie. Hè? Nou ja. Maar vandaag zit er nog niet zo. Vandaag zit op 90% nog gestemd. Maar ik vrees, ik zou me kunnen voorstellen dat het zakt. Ja, misschien lijkt me inderdaad. Logisch. Goed, ik zou misschien weg willen stappen van het stemmen. Thema. Oké, goed. Dus ja, ook uiteindelijk een vraag die me echt heel hard boeit en beschouw me maar als enorme leek. En dat is uiteindelijk, politiek heeft uiteindelijk maar één doel en dat is beleid, aan beleid doen, hè, met andere woorden wetten maken die hopelijk een wezenlijk verschil geven in het beoogde doel dat nagestreefd wordt. En al die facetten kunnen apart behandeld worden in wat is goed en wat is het doel en al dat soort zaken. Maar gewoon praktisch, wat mij interesseert is van een wet maken, ja, hoe komt dat tot stand? Kunt je misschien even kort doen om dat een beetje te duiden. Maar wat ik daar heel interessant aan vind, is van heel vaak blijkt toch dat wetten niet waterproof zijn, om het zo te zeggen, of bulletproof. En ik vind het zeer interessant hoe dat uiteindelijk dergelijke zaken tot stand komen, wat daar implicaties van zijn, kan daar op teruggekeken worden. Heel vaak is natuurlijk als een wet maar boa zit en achteraf toch achterhaald blijkt te zijn, dat er niet echt repercussion voor is, dus dat er niet echt een soort van verantwoordelijkheid wordt gesteld van, terwijl die toch in voege was, ook al was die onrechtmatig, dat daar niet echt een gevolg aan gegeven wordt. Dus heel dat gegeven van wetmatigheden van wetten,
hoe werkt dat, hoe zit dat, waarom worden die soms ondermijnd? Ja. Dus het is een heel brede vraag. Ik ken er niks van, maar het interesseert mij, want volgens mij heb je er al veel van gezien. En met je achtergrond ook gewoon... Ja, wel, wat ik natuurlijk vanuit mijn voorgeschiedenis heel belangrijk vind, is kwalitatief duurzame wetgeving tot stand brengen in domeinen waar dat hoog nodig is. Hè. Okay. Dus bijvoorbeeld, ik heb als minister van Financiën heel de bankwetgeving hervormd en als minister van Justitie heel veel wetboeken helemaal hervormd. Ja. En dat is nog altijd bezig. Hè. Mm-hmm. Ik ben daar nog altijd in het parlement mee bezig, bijvoorbeeld het burgerlijk wetboek. Vandaag zijn we bezig met boek 6. Hè. En van de 10 boeken hoop ik er 7 klaar te hebben tegen het einde van de legislatuur, van het burgerlijk wetboek. Om maar te zeggen, dat is een behoorlijk werkje. Wat is de moeilijkheid in België? Dat wij, anders dan bijvoorbeeld de Nederlanders en de Duitsers, niet zo goed zijn in de voorbereiding van wetgeving. Dat wil zeggen in de bestudering van hoe gaan we dat aanpakken. Dus hoe heb ik dat gedaan? Ik heb expertengroepen aangesteld, in het Staatsblad benoemd, die experten laten werken. Ik ben erin gelukt die gratis te laten werken, omdat die dat zo interessant vonden van dat te mogen doen. Ja? En dan gaat je met zo'n wetsontwerp naar de Raad van State, naar de juridische dienst van de Kamer, die dat allemaal ernstig reviseren. Dan kom je in de Kamer, dan zijn er hoorzittingen waar alle experten die er niet bij waren worden gehoord. En dan pas dat. Ik vind dat een logisch proces. Ja, is maar dat is de theorie. Ja, hè? Maar zo werkte het wel. Ja. Zo werkte het. Bij mij heeft het zo gewerkt. Hè? Maar dat werkt... Dat is ook de praktijk. Onder 2 voorwaarden. De eerste is dat het wetgeving is, als ze belangrijk is, als ze gevoelig ligt, die op dat moment moet gestemd worden. Dus de bankwetgeving, dat had ik niet gehaald als de bankencrisis zich niet had voorgedaan. Of dat het wetgeving is die niet onmiddellijk in het vuur ligt. Hè. Iedereen weet wat Napoleon is en wat zijn wetboek is, maar ja, hè, dat daar een hoop titels in veranderd worden, daar ligt de bevolking niet wakker van. Tenzij het gaat over het huwelijksvermogensrecht. Hè. Daar heb ik maanden over vergaderd met alle experten van het land om daar een consensus te bereiken. Maar meestal, hè, als het niet te gevoelig is, gaat dat. Ik had een hele fiscale hervorming klaar toen ik minister van Financiën was. Net zoals Vincent van Petegem die nu klaar had. Dat ligt zo gevoelig dat dat bijna uitgesloten is. Om dat te hervormen, tenzij er een enorme push op zit om een of andere reden, zoals dat was met de bankenwetgeving. Hè. Dus de theorie klopt wel, alleen moet er een draagvlak zijn op dat moment, of moet het iets zijn dat niet echt... Hè, zeg je, we gaan 2 jaar het burgerlijk wetboek... 200 jaar een keer het burgerlijk wetboek herzien op een aantal punten. Zou het geen tijd zijn? Hè? Dan zeg je, oh, dat is fijn. En wat komt er dan van op de radio? Dat je de bal uit een tuin van je buur mocht gaan halen. Want dat is wat de mensen op dat moment... Hè, ja, begrijp je? Maar daar zitten fundamentele dingen in over mede-eigendom, over appartementen, over ondergrond, bovengrond. Dat is dan weer de verantwoordelijkheid van de media, inderdaad. Ja, hè, maar dus daar is heel hard aan gewerkt en dat is ver gekomen. Uw vraag is dan, ja... hoe komt het dat dat soms nadien niet helemaal passeert? Hè? Dat er een grondwettelijk hof is dat. Ten eerste moet ik u zeggen, dat is heel recent. Hè? Het grondwettelijk hof bestaat maar sedert 1980 en heeft maar sedert een 30-tal jaar een volledige toetsingsbevoegdheid. Hè? In Nederland hebben ze nog altijd geen grondwettelijk hof. Hè? Dus in Nederland is het veel leuker vanuit dat standpunt om minister van Justitie te zijn. Want er is geen grondwettelijk hof. Ja. Dan nadien komt zeggen, zeg jongen, er is een probleem met de gelijkheid. Eens dat je zo'n hof installeert natuurlijk, krijg je een cultuur die erin bestaat om te zien waarin zou de discriminatie kunnen bestaan die in deze wetgeving zit. Hè? Dus dat is een heel gesofisticeerde redenering. Soms is dat duidelijk en is dat zichtbaar. Soms zegt God dat dat nu ook anders kunnen zijn. Ja. Hoe dan ook, eens zij beslist hebben, moet de wetgever zich daarbij neerleggen. U vroeg dan naar de aansprakelijkheid van de wetgever. Hè? Af en toe, meestal gaat de aansprakelijkheid over een wetgeving die tot stand had moeten komen, maar die er nog altijd niet is. Hè. Dus dat je in bepaalde omstandigheden zegt, hoe is dat nu mogelijk dat daar nog altijd geen wetgeving is in dat domein? Hè. Neem heel de klimaatcrisis in Nederland en de klimaatzaken die daar bestaan. Ja. Dat is gewoon omdat men zegt tegen de wetgever, oh, jij had dat moeten doen, je hebt dat niet gedaan, nu gaat de overheid wel dit en dat moeten verrichten. Hè. Maar
aansprakelijkheid van de wetgevende macht, dat is nog altijd een grote uitzondering op de soevereiniteit natuurlijk. Dus maar, dat blijft moeilijk. Ja, ja, maar het gaat niet per se over het individu. Maar ik bedoel, ja, dat er soms natuurlijk iets in stand komt wat later dan toch niet zo geweldig blijkt te zijn. En daar wordt dan zelden van afgetreden. Oh. Maar meestal hebben wij dan vertrouwen in de rechter om ervoor te zorgen dat dat op een of andere manier toch wordt gerepareerd of gecorrigeerd. Mm. Die rechtsstaat werkt niet zo slecht wat dat betreft. Maar die werkt zeker ook niet perfect, hè, op dat niveau. Dat kan niet, dat is mensenwerk. Ja, ja, maar dat is een gemakkelijk antwoord. Maar nee, maar dat is waar dat ze niet perfect werkt. Nee, nee. En daarom zeg ik het, wij hebben niet voldoende traditie, maar eerlijk gezegd nog meer federaal soms dan in Vlaanderen, in mijn gevoel, om die wetgeving technisch perfect voor te bereiden. Mm-hmm. Want als je daar natuurlijk de nodige expertise bij betrekt en de tijd neemt, zoals men dat in Nederland doet, dan kan dat vrij behoorlijk tot stand komen. Bij ons doet men het te vaak, te snel met de karwats. Hè, want het moet vooruit gaan, want binnenkort zijn verkiezingen en we moeten nu nog een aantal wetten stemmen. Ja. Nee, maar ja, het is zo dat ik niet zo'n goede voorbeeld of zoiets heb waar we wat dieper op kunnen inzoomen. Maar ja, ik vind het gewoon een interessant concept. Ja. Ik heb nog wel een bijvraag. Ik wil nog even toespitsen op dat grondwettelijk hof. Hè, want die hebben dan toch wel een zekere vrij grote machtspositie om dingen toch niet te kunnen laten doorgaan. En op zijn heel korte bestaan, heb je dan een tendens of evolutie gemerkt dat eerder positief of negatief kan zijn? Of is dat zo wat hetzelfde gebleven? Wel, dat is zeker een... Want bijkomend eraan koppelend, heb je natuurlijk tendensen gewoon in de maatschappij, gelijk nu, de afgelopen jaren, een beetje bijvoorbeeld extreme wokeism opkomt. Heeft dat daar invloed op? Of is dat iets dat we pas op termijn gaan kunnen zien? Of heeft dat er totaal geen invloed op? Omdat je dat op vlak van discriminatie en zo kunnen bepaalde zaken anders geïnterpreteerd worden door de ene bevolking en de andere. Ja, er zijn drie zaken. Hè. Ten eerste is daar de techniek. Hè. Dus is dat grondwettelijk hof behoorlijk geëquipeerd om zijn job te doen? Ja, ja, daar zitten bij elk van die rechters hoogstaande referendarissen. Dus dat zijn technisch zeer beslagen mensen. Het tweede is elke rechter en bij uitstek een grondwettelijk hof voert beleid. Mm-hmm. Een rechter doet evengoed, maar in de brede zin van het woord, aan politiek, als een politicus. Ja? Dus hij voelt wat de waarden en de normen zijn in de samenleving op dat moment, en toetst daaraan zijn beslissing af of iets discriminatie is of niet. Een rechter 30 jaar geleden dacht daar anders over dan een rechter vandaag. Uiteraard. En het derde is, gesprek van wokisme, in mijn overtuiging, maar je mocht het niet verkeerd verstaan, zijn rechters conservatief. Daarmee bedoel ik niet dat ze rechts zijn. Ik bedoel dat ze trager draaien dan de rest van de samenleving. Ja. En dus vandaag zijn de rechters linkser dan de rechts van de samenleving. Zoals ze in mijn jeugd rechtser waren dan de rest van de samenleving. Ja. Ze draaien trager, omdat ze dikwijls met oude wetten werken, naar het verleden kijken, en zeggen, ja, maar toen heeft de wetgever dat gezegd en toen dat. We moeten toch niet te rap het geweer van schouder halen. Er moet een beschermingsmechanisme zijn. Ja, absoluut. Ah, wel, maar dat is een heel positief punt natuurlijk. Dat is een positief punt, maar dat leidt natuurlijk soms tot beslissingen. Ja, ik geef u een voorbeeld. Hè. Op een bepaald moment zeg ik, we moeten iets doen. Hè. U weet, in de periode van het terrorisme wou de N-VA eigenlijk op een bepaald moment, ze zaten in de regering, na de aanslagen in Rouen, wouden zij de noodtoestand weer uitroepen en verbieden dat men voor religie reclame zou kunnen maken. Uh-huh. Oelala, reclame is natuurlijk niet het woord, maar de vrije meningsuiting met betrekking tot religie sterk inperken. En ik zeg, ja, weet je wat we kunnen doen? We kunnen minstens de verheerlijking van het terrorisme verbieden. Ja. Ja. En dus, we hebben die verboden. En het grondwettelijk hof vond dat zo strijdig met de vrijheid van meningsuiting, dat die wet vernietigd is voor de toekomst. En ze zeggen, hoe? Ja. Is dat nu mogelijk? Hè? Verheerlijking van terrorisme. Dat gaat alleen maar over een mening. Ja, ja. En dus dat was iets wat zeker eergisteren spoorde met de vrijheid van meningsuiting. Mm. Vandaag zeg je, jammer. Hè? Ik geef u een ander voorbeeld. In Oostenrijk, dat is ook een grondwettelijke kwestie geworden voor Straatsburg. Mm. In Oostenrijk is er een dame die een speech houdt voor 100 man, zo in een zaaltje, gelijk dit hier. En er zit een journalist van achter. En die dame zegt, ja, goh, de vraag is of dat Mohammed geen pedofiel was, want zijn vierde vrouw, waarmee hij getrouwd is als ze 6 jaar was, daar heeft hij op 9 jaar een kind mee gehad. Mm. Ze zegt dat om te lachen. Mm-hmm. Er zit een journalist in de zaal, die zegt, wat heeft hij daar? Die schrijft dat in de gazet. Hè. Die dame wordt in Oostenrijk vervolgd, hè, wegens een inbreuk op de vrijheid van godsdienst.
Ja? Dat mogen we niet zeggen, want er is een cohesie nodig, sociaal in de samenleving, tussen de godsdiensten. En die dame verliest die zaak, die wordt veroordeeld in Oostenrijk. En die gaat ermee naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. En Straatsburg bilkt die beslissing. Ja, Oostenrijk mocht dat verbieden omwille van het sociaal pact dat nodig is tussen de godsdiensten. Dus de vrijheid van godsdienst is hier belangrijker dan de vrijheid van meningsuiting. Die beslissing zou natuurlijk... Allee, dat is een conservatieve beslissing. Ja. Ja? Als je dat vandaag, als je ziet de seksuele opvoeding, je weet waarover ik spreek vandaag, als je vandaag zo'n beslissing zou nemen, zou men zeggen, maar allee, als je ziet wat een islam enzovoort zich vandaag veroorlooft in verband met seksuele opvoeding, dat kun je toch niet voorstellen. Ja. Terwijl in Oostenrijk heeft men de islam beschermd vanuit de vrijheid van godsdienst. Dus de rechters gaan nemen de bocht trager. Ja. Ja? Ja. En dat is een sterkte. Ja. Maar tezelfde tijd natuurlijk zegt dat, geeft de samenleving dan te kennen van, maar wat hebben die nu beslist? Ja, 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 ja. En daar komt de botsing van in de pers tussen voor- en tegenstanders van een bepaalde beslissing. Ja. Maar bijvoorbeeld ook iets heel anders dan, en ik herinner me ook niet alle details, en dan wil ik een andere vraag stellen, maar ik weet nog wel dat toen de avondklok tijdens corona ook wel heel omstreden was. En dat was zo'n, is het nu wel, is het nu niet? Ik kan me dat details niet herinneren, nog heb ik ze ooit allemaal geweten. Maar dat is ook dan zoiets wat toch wel wat gevoelig ligt, en ik weet niet meer details, maar daar zit je toch ook met bepaalde gevoeligheden rond, wat is nu juist, wat mag wel, wat mag niet. Als het uiteindelijk, ik weet niet meer wat het eindoordeel was, maar stel nu dat het onwetmatig is. Het heeft uiteindelijk gemoogd. Oké, maar stel nu dat het niet zou geweest zijn, zou er nooit ook een gevolg zijn gegeven aan het feit dat dat wel is toegepast geweest. Terugwerkende kracht. Ja, maar meestal, het grondwettelijk hof, als dat, want hier waren het ministeriële besluiten, maar het grondwettelijk hof zal altijd proberen om iets alleen voor de toekomst te vernietigen. Zodanig dat het verleden, de toepassing van de wet, die ongrondwettig wordt bevonden, wordt afgedekt door de beslissing van het grondwettig hof. Ja, zo'n avondklok heeft natuurlijk... Waarom is dat zo pijnlijk? Omdat dat een herinnering oproept aan de oorlog. En men zegt, allee, waar gaan we nu de rechten en vrijheden inperken, zoals de Duitsers dat gedaan hebben, of zoals de Belgen dat gedaan hebben, op een bepaald moment, omwille van veebommen of weet ik wat. En dus dat geeft een heel militaire, totalitaire kleur aan een beslissing, ja, die natuurlijk bij, hoe zou ik zeggen, de anti-vaxxers, ja, en degenen die zeggen, die corona, dat is allemaal opgeklopt, ja, een enorme weerstand oproept. Ja. En dus dat is heel moeilijk, terwijl men eigenlijk alleen op dat moment alleen maar zegt, het zou misschien voor de hygiëne nuttig zijn dat we dat doen op dit moment. Ja, maar het gaat niet zozeer over zeg maar, de gevolgen van de wet zelf. Maar ik wil maar gewoon zeggen, er kunnen soms drastische beslissingen genomen worden. Waarschijnlijk duizenden in voorbeelden, dat was maar even anekdotisch. Waarin dat je dan toch wel voelt van, vrijheid van meningsuiting hadden we het er juist over. Dit is vrijheid van bewegen dan, op elk niveau. En zo zijn er een heleboel zaken. Hè. En denk, dat is interessant om te zien hoe dat sommige dingen dan bepaalde kanten kennen. En een context verklaart soms heel vreemde dingen die je buiten die context totaal niet kunt verstaan. Ja, maar, en wat is het probleem? Dat rechters dikwijls, door het feit dat zij een beetje achterlopen, maar dat is gezond, in de ogen van de mensen die context verkeerd begrijpen en dan krijg je controverse. Zo is het meestal. En vroeger, zo'n juridische beslissing, dat passeerde, dat kwam zelfs niet in de kranten. Vandaag zal de pers nog altijd de juridische beslissing goedkeuren. Komt deel zelden voor dat de pers een beslissing aanvalt, in mijn ervaring. Dat belet niet dat er een hele controverse kan ontstaan rond een beslissing en dat men dan moeilijkheden... Ja, maar het gaat niet zozeer over de pers of de publieke opinie. Het gaat echt wel effectief over een wet die dan vaak dan toch niet bleek correct te zijn. Maar misschien dat loslatend. Verdergaand over die uiteindelijk wetgevende macht. Super belangrijke functie. Dit is natuurlijk opnieuw zeer anekdotisch, maar geïnteresseerd naar uw mening door het allemaal gezien te hebben. We leven natuurlijk ook wel in een cultuur waarin dat meer en meer, zeg maar, en waarschijnlijk met goede reden, we dingen moeten uitklaren in een soort van zwart-wit stramien. Zeker als het op wet aankomt. Hè. Hoe minder grijs, des te beter, want het moet duidelijk zijn. Langs de andere kant beperkt dat natuurlijk op een bepaald niveau ook wel zeg maar, een soort grijze zone die misschien essentieel is voor het normaal functioneren van een samenleving. Dus op een bepaald moment zou ik kunnen stellen, misschien moet je in plaats van meer wetten, minder wetten maken, wat een heel simpel argument is. Maar wat is een beetje uw ervaring met zeg maar die balans te houden tussen voldoende de samenleving de vrijheid geven om haar ding te doen, maar die contouren en die extremen wel maximaal proberen af te dekken, zodat het gezond kan verlopen, wat dat ook mag betekenen. Een beetje de kerntaak ervan. Ja. Niet echt, maar... Ja, wat ik geloof is dat wij ons met, en ik ben nu niet onmiddellijk een liberaal, hè,
maar dat wij ons met heel veel details in de samenleving bemoeien, zowel op Europees vlak als op Belgisch vlak als op Vlaams gebied. Hè. Dat je zegt, ja, zou je de mensen hier liever niet wat vrijheid geven? Wij zijn heel dikwijls in de wetgeving genuanceerd, hè, maar dat belet niet dat de manier waarop erover gecommuniceerd wordt polariserend kan zijn, om duidelijk te maken van, oh, zie een keer wat voor strenge wetgeving we hebben aangenomen. Er is geen straffeloosheid. Maar als je dan naar de feiten gaat kijken, valt dat wel mee. Ja, nee. Maar ik heb het echt al veel meer naar uiteindelijk. Ik zal het zo zeggen, vandaag de dag kan een wet veel sneller vallen, omdat er zoveel wetten zijn die vaak ook nog leven van het verleden, die misschien niet zijn aangepast, dat het zoveel gemakkelijker is om een wet te doorprikken, omdat er... wetgeving is moeilijker geworden doorheen de jaren, puur omdat er meer en meer is om te kennen. Dus puur ook zelfs dat concept. Ja. Waar je soms misschien dingen terug moet reduceren naar de essentie, waarin dat je misschien de geest van de wet voornamelijk wilt capteren, eerder dan specifieke details. Ja, maar wat voor mij... Enfin, ik weet niet of ik op uw vraag antwoord, maar voor mij is essentieel de kenbaarheid van het recht voor een gemiddeld verstandige mens. Ja. Dat is natuurlijk een belangrijke voorwaarde en moet het willen weten. Ja. Maar als zij het wil weten, zou hij het moeten kunnen kennen. Ja? En heel mijn streven als minister van Justitie is daarop gericht geweest. Te zeggen, kijk, het basisrecht, ja, we moeten dat ten eerste helemaal herbekijken, zodanig dat al die nauwe rommel, hè, zoals je dat zou kunnen noemen, verdwijnt. Alle interpretaties daarvan, door Hof van Cassatie enzovoort, worden geïntegreerd in het nieuwe wetboek. En we terug één tekst hebben die duidelijk is en voor elke redelijk verstandige mens, ja, begrijpelijk. Ja? Dat is voor mij de bedoeling van goede wetgeving. En als ik die lees, dan weet ik wat er gebeurt. Maar dat veronderstelt wel, en dat is een probleem niet alleen voor de gemiddeld verstandige mens en de man in de straat, gemiddeld verstandige man in de straat, dat is een probleem voor iedereen. Men heeft een hekel aan het lezen van de bronnen. Dat is niet voor mij. Ja? Als ik een verslag binnenkrijg op Nexus Health van een dokter, dan lees ik het. Hoewel de helft van die termen voor mij moeilijk te begrijpen zijn. Maar wanneer men spreekt over een controverse in de samenleving, een wettelijke bepaling lezen, neem deze week nog het geval van Langenhoven met die rechter. Hè. De wettelijke bepaling waarover het ging, staat in geen enkele krant, als het al een wettelijke bepaling is. Hè. En dat is hetzelfde met vonnissen, met arresten. Men leest ze niet. Zeg maar, dat moet ik toch niet lezen? Ja, kijk... Dat is nu eenmaal noodzakelijk om erover te kunnen meespreken. Dat betekent ook dat degenen die ze schrijven het moeten uitleggen. Dat doet men veel te weinig. Men moet aan de mensen uitleggen, aan de pers uitleggen, wat er in een beslissing staat en waarom dat erin staat. Ja? Niet alleen in juridisch Chinees, waarvan iedereen zegt, ik wil het allemaal niet weten. Dit is in mensentaal uit te leggen en te bevatten. Die redenering volg ik maar half, maar noem mij dan misschien de leek waarover dat je het net hebt, die te weinig belezen is. Maar ik denk toch wel dat er een goed argument te maken is waarin dat je vandaag elke jurist ever die diep belezen is, zou kunnen challengen op een aantal hoofdstukken die waarschijnlijk zegt, goh ja, ik weet het niet. Dus in zekere mate, dat is normaal, want de samenleving is extreem complex en iedereen die alles weet, dat zou nogal straf zijn. Maar het gaat niet zozeer over... De gemiddelde mens die weet wat wel of niet mag, daar ga ik het niet om. Maar veel eer dat we natuurlijk... Ja, hoe moet ik het zeggen? We zeggen altijd, de samenleving wordt complexer en complexer. Ik denk dat dat ook is. Maar is dat effectief zo? En moet onze wetgeving dat zo weerspiegelen? Ik denk dat er soms ook in wetgeving heel contradictorische zaken staan, omdat we hem altijd een beetje doorbouwen op en verder verfijnen. Maar waar dat we soms misschien te weinig terugkeren naar de essentie en die misschien herschrijven. Het is een bredere vraag. Ik ben daar het ook in het algemeen mee eens. Maar het belangrijke blijft, leg aan de mensen uit waarover het gaat. Zeg niet, dit is voor of tegen de boeren, dit is voor of tegen Ineos. Leg hen gewoon uit. Ja, maar dat zijn heel gepopulariseerde thema's. Die je nu ja, maar die zijn heel technisch, hè. En dus je moet aan de mensen uitleggen waarover het gaat. In dat de plaats is ook een stuk de rol van de media. Dat is ook de rol van de media en ook de rol van de politici. Ja. En dan ook de burger werd die ook... En de burger moet bereid zijn om er kennis van te nemen, eerder dan zich te vergenoegen met ik ben voor die en ik ben voor die. Maar je kunt polarisatie maar vermijden als een aantal mensen... Dat is altijd zo geweest, hè. Dat was niet anders in het proces Dreyfus in de 19e eeuw dan vandaag. Hè. Als je aan de mensen niet uitlegt waarover het gaat, ja, dan krijg jij dus holle meningen en discussies die niet gaan over wat ze moeten gaan. Maar dus uw eindconclusie zou wel zijn dat we vandaag eigenlijk dan bijvoorbeeld minder in detail wetgeving hebben dan vroeger, of meer?
Is het dan relevant? Het haar doel beter of mist het haar doel soms om te detailistisch te willen zijn? Wel, kijk, punt is, waarom is men zo precies? Men is zo precies omdat men de rechtsonzekerheid die gepaard gaat met imprecisie niet verdraagt. Ja? Men is bang dat degene die de beslissing moet nemen door een algemeen criterium, door een algemene wetgeving, dat hij een verkeerde beslissing gaat nemen die mij niet past. En ik wil mij kunnen verweren op die beslissing. Wij hebben in ons oud-burgerlijk wetboek heel het verkeer geregeld met twee artikelen. 1382 en 1383, okay. Toen er nog geen auto's waren. Ja? En daar zijn misschien 2-3 miljoen beslissingen genomen op basis van die bepalingen, waarbij rechters geleidelijk gezegd hebben hoe voorzichtig dan een chauffeur moet zijn. Mm-hmm. Ja? Oké, okay. Maar vandaag zijn wij zo gevorderd, ja, dat wij niet meer verdragen dat een rechter zomaar kan zeggen dat. En dus zijn wij dat beginnen overreguleren. Zeg, maar ik heb maar 102 gereden en ik mocht 100 rijden, maar de afwijking enzovoort. Dus wij verdragen niet meer dat iemand een algemene norm uitlegt op een billijke manier. Wij vinden dat dat zo precies mogelijk moet gedetailleerd worden. Neem heel het dossier van de stikstof. Er zijn mensen die zeggen, het volstaat dat de vergunningverlenende overheid een passende beoordeling maakt en op basis daarvan een vergunning verleent. Mm-hmm. Een passende beoordeling. Ja, nee, zegt men, wij moeten precies zeggen hoeveel stikstof, hoeveel ammoniak, enzovoort. Oké, daar begint het. Ja. En dan voor die bedrijven. En dan begint de discriminatie, enzovoort. Men, you can't have your cake and eat it. Ja. Dus met andere woorden, ze duwen eigenlijk de politiek een beetje in de hoek, omdat er een gevaar is van subjectiviteit, waar dat mensen wantrouwig tegenover staan en dan zeggen, leg het beter vast. En dan, krijg je dus een zeer strenge reglementering die onleesbaar is. En dat is voor heel veel milieuwetgeving, voor heel veel ruimtelijke ordeningswetgeving het geval. He, als je er niet op kon betrouwen dat een ambtenaar van stedenbouw, wanneer hij naar een gebouw kijkt, kan beoordelen of het een stevig en een esthetisch verantwoord gebouw is. En dat zijn de criteria. Dan is dat in orde. Oké, opvolgvraag, want ik vind dat wel interessant wat je hier zegt. En dan ook opnieuw kijken naar het feit dat je al veel hebt zien passeren. Heb je daar een cultuurshift ervaren dan ook? Ja. In die betrouwbaarheid, om het zo te zeggen? Of in die van... Nee, maar ze wordt veel meer getoetst. Allee, we moeten onszelf ook geen sprookjes wijs maken. Indien jij werkt met algemene normen, ja, voor bijvoorbeeld heel de kwestie van de ruimtelijke ordening, ja, en de stedenbouw, dan ligt het voor de hand dat de neiging tot corruptie ontstaat. Misbruik, sowieso. En die zal er hoe dan ook ooit geweest zijn. Maar die wordt vandaag ook nog steeds gebruikt. Hè? Mensen worden gewoon creatiever. Wel, men zegt vandaag dat België op het stuk van corruptiebestrijding bij de betere lidstaten van de Europese Unie is. Dus dat wel meevalt. Maar dat brengt met zich dat het krijgen van een vergunning, ja, en het in beroep gaan enzovoort, dat het allemaal ervaren wordt als overmatig lastig. En dat men zegt, ik moet hier een zadeldak hebben, ik moet hier een platdak hebben, en dit en dat. Men zegt, in godsnaam, het is mijn grond wel. Hè. Dus je krijgt een vertekening, doordat men bang is voor misbruik, doordat men bang is voor lelijkheid. Is het straatbeeld daardoor mooier? Dat is de uiteindelijke vraag. Ja. Hebben we nu, door al die strenge reglementering, een betere ruimtelijke ordening en een esthetischere omgeving? Dat is een vraag waarop ik niet antwoord, maar dat is een belangrijke vraag. Opvolgvraag dan, gewoon het thema verder behandelend. Vind je dat momenteel, als we kijken naar de klepel, hè, die altijd probeert het midden te vinden, en het midden is gewoon zo goed mogelijk voor zoveel mogelijk zaken, hè, waar dat ook mag zijn. Vind je dan dat we vandaag, zeg maar, te ver gegaan zijn? Dat we eigenlijk nog te voorzichtig zijn, of dat we eigenlijk goed zitten? Allee, ja, dat is een onmogelijke vraag. Ja, dat is een onmogelijke vraag. Maar om die cultuur een beetje te kunnen voelen. Want ik kan alleen maar anekdotes in mijn huidige tijdsgeest leven. Hè. Ik bedoel, je reikt al iets verder en dat bedoel ik zeker niet verkeerd. Maar gewoon... Wat ik denk is dat men veel meer belang zou moeten hechten vandaag aan de algemene beginselen en aan een eerste aanleg en een beroep, hè, zodanig dat een beslissing die genomen wordt, kan bestreden worden, dan dat men zich verliest in eindeloze reglementering die door de evolutie van de technologie toch niet kan volgen. Moeilijk kan volgen. Ja. Ja. Maar het veronderstelt een hoog vertrouwen in de regelgeving en haar kracht en een hoog vertrouwen in de beslissing en de beslisser
en zijn onomkoopbaarheid en zijn precisie. En daar wringt natuurlijk het schoentje in veel gevallen. Ik wou net zeggen, als ik anekdotisch mag spreken, dan klinkt dat vertrouwen vandaag zeker niet aan het pieken is of zo. Nee, er is... Het is ook niet... Maar dat is omdat wij natuurlijk geen vertrouwen hebben in elkaar. Ja. Het is niet zozeer dat de politicus niet goed functioneert. Ja. Dat zal zeker zijn problemen kennen van altijd. Tuurlijk. Maar ik denk dat die mensen gemiddeld genomen veel meer gecontroleerd worden dan 50 jaar geleden. Ja. Maar het is omdat de mensen elkaar minder vertrouwen en meer kijken van wat doet mijn buur en hangen de bomen niet te ver over en hebben we geen betwistingen over dit of dat. Je hebt geen idee van waarover er allemaal voor vrederechters wordt getwist. Hè? Dat ken ik en dus dat is een algemeen klimaat van ik heb mijn rechten. Hè? Dus het hoe zou ik zeggen, het consumentenbewustzijn, consumerism noemt men dat in het Engels, burgers, zijn veel meer consumenten geworden dan vroeger. Hè? Hoewel een auto, denk ik, minder snel roest, veel betrouwbaarder is, er minder vlug mee naar de garage moet en ik kan ze nog een tijdje doorgaan en ik rijd al een tijd met een auto. Ja, toch zijn wij op en top ontevreden als er met je auto iets niet in orde is, terwijl die qua performantie in vergelijking met 40 jaar geleden briljant zijn. Ja, zeker op technologisch vlak. Maar ja, dat zeggen wij ook wel heel vaak van, het is meer en meer aan het evolueren van ik heb heel veel rechten, maar heel weinig plichten, want dat is dan het tweede luik dat er aan vooraf komt. Maar wat heeft dat dan juist, want dat is op eigenlijk een vrij korte termijn vrij hard veranderd. Wat is volgens u hetgeen dat zo wat teweeg heeft gebracht? Wel, het zal zo'n mengelmoes zijn van alles, maar... Ik heb in 2018 een boekje geschreven, wat ik ervan begrijp, en dat was niet zoveel, denk ik, maar goed, ik dacht... Maar dat is oké. Ik dacht ook dat ik er iets van begrepen had, en ik ben eigenlijk een vooruitgangsoptimist. Hè, dus, en ik heb er alle reden voor, ik zou waarschijnlijk... 50 jaar geleden al niet meer geleefd hebben, omdat ik van alles ben tegengekomen dat mineur is, maar dat men vandaag geneest alsof het een griepje is. En dat vroeger, en dat is voor velen onder ons zo. Nu, ik ben dus een optimist, maar wat ik toen schreef was toevallig, er zijn een paar problemen waar we bang voor moeten zijn. Dus je moet geen angst hebben, maar er zijn wel zaken waarvoor we toch alert moeten zijn. En helaas zijn er een aantal die we recent hebben meegemaakt, waar ons van, ik had nooit gedacht een financiële crisis mee te maken. Mijn grootvader vertelde mij daarover. We hebben die opgelost op 2 minuten, in vergelijking met hoe lang die van 29 geduurd heeft. De pandemie, ik dacht pandemie, ze spraken al zo lang van ebola en zo, ik dacht, dat komt nooit voor. Ah, corona. Hè. Men sprak van grote armoede. Ja, als je natuurlijk de migratiestromen ziet, ja, dan zeg je, oké, het is vandaag toch wel erg. Ja. Men sprak van een derde wereldoorlog. Ik lachte daarmee in 18. Ik had nooit gedacht dat Rusland Oekraïne ging binnenvallen. Ik denk niemand. Dus een aantal van die grote crisissen waarvan we dachten, en dus een energiecrisis hetzelfde, ja, van die grote crisissen waarvan we dachten dat we ze bezworen hadden, hebben zich plots voorgedaan. Dat heeft bij de mensen natuurlijk een angst gevoed die met zich brengt dat ze ontevredener zijn dan ze zouden mogen. Ik noem dat het Stent-syndroom. Ik leg het uit. Ik heb niks aan mijn hart, wees gerust. Maar als ik 50 jaar geleden iets aan mijn hart zou gehad hebben, dan moesten ze dat been hier open snijden en dan zou ik een paar maanden totaal oud, pacemaker niet, overbrugging 3, 4 en 5 enzovoort. Hè. Als ik het vandaag aan mijn hart heb, dan gaan ze hier met mijn lies binnen met een klein draadje, een stent, men verbreedt met een ader en het is geregeld. Ja. Verhofstadt heeft dat eens gehad, de zondag nadien reed hem de gordel. Ja? Ja. He, dus de stent. Ja? Ja. En het stent-syndroom, dat betekent wij lossen crisissen. Hè? Want de coronacrisis, als je ziet, de Chinezen dachten die is op te lossen, wij hebben dat veel beter gedaan. Ja? Maar we lossen die zo goed en zo snel op in vergelijking met wat dat was met de Spaanse griep na de Eerste Wereldoorlog. Ja, draad, hè? Ja. Enzovoort. We lossen dat zo, dat de mensen onmiddellijk vergeten zijn dat dat er is. Ja? En met stent is dat hetzelfde. Als ik een stent ingeplant krijg en onmiddellijk na die begin ik terug te eten en te drinken gelijk voordien, ja, dan komt er een tweede stent 5 jaar later. Dus de kans op hervallen is ook veel groter. Ja. Maar we vinden het normaal dat de technologie al die zaken onmiddellijk oplost. En als het verkeerd is, dan zijn we angstig op een manier. We kunnen ook, excuseer mij dat ik dat zeg, dat is niet abnormaal, maar we kunnen ook niet meer sterven. Ja. Als ik in mijn familie kijk vroeger, ja, en vergelijk met nu,
sterven van jonge mensen was veel normaler dan het nu is. Ja, 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 ja. Dus als dat zich nu voordoet, zeggen we, dat is de grootste onrechtvaardigheid die er is. Dat betekent, de overheid kan dat natuurlijk niet oplossen. Hè. Mijn vader is op 27 van leukemie gestorven. Ja, dat was toen heel erg, hè. Heel, heel erg. Dat was niet minder erg dan het vandaag is. Mm-hmm. Maar vandaag komt dat over als de grootste onrechtvaardigheid die denkbaar is. Terwijl men toen dat nog, laat ons zeggen, voorzichtig een plaats kon geven. Ja, iedereen kent toen wel iemand die daarvoor had, waar het dat vandaag er is, omdat het opgelost wordt. Kindersterfte hetzelfde. Door technologie, onder de 5 jaar is. Ja. Door technologie en vooruitgang heerst er eigenlijk meer angst en creëren we eigenlijk een zwakkere mentale maatschappij. Of, wel, tot op zekere hoogte wel. Samenvatten? Want ja, maar ik bedoel dat niet zo verkeerd. Maar je moet wel heel de tijd zeggen, hè, kijk, nu ben ik genezen van dit. Hè. Bijvoorbeeld, deze week sprak ik met Jo van Deurze, die het vloeipapier heeft uitgevonden. Hè. Dus het vloeipapier in het toilet, dat kan zien of jij potentieel darmkanker kunt krijgen. Mm-hmm. Ja. Dat is samen uitgevonden met een professor van Leuven van Kutsum. En elke 50-jarige krijgt zo'n vloeipapier in zijn bus. Dat is grote vooruitgang. De eerste rector van de KU Leuven, die een van de grootste artsen was van België, de zomer, is gestorven aan darmkanker. Mm-hmm. Ja? Dus een mens op zijn 50 dat in zijn bus krijgt, je moet dankbaar zijn. Mm. Ja? En je kan voor een coloscopie naar het ziekenhuis die niks kost. Ja. Ja? Formidabel. Ja? Dus heel de tijd is er veel reden om merci te zeggen. Maar natuurlijk, zo zitten we niet in elkaar als mens. Nee, verworvenheid. Hoe minder reden er is om ontevreden te zijn, hoe meer we ontevreden zijn over datgene wat niet goed is. Ja. Als jij altijd thuis komt met 10 op 10 en je hebt 9 op 10, dan zegt uw vader, jongen, die 9, van waar komt die? Hè? Ja, ja. Ja. Maar misschien terugkoppelend dan naar de wetgeving, die hele tendens naar de nul-risicomaatschappij, waar het ander extreem is, en ik zeg niet waar we naartoe gaan, maar vertaalt zich dat ook in wetgeving, waarin we altijd heel veel risico's tot de bare minimum reduceren, waarin dat we vroeger iets meer tolerantie hadden voor een bepaald risico en dat was, omdat het een... Dat is dan opnieuw de kerntaak in het debat ook een beetje, denk ik. Ja. Oh ja, we willen... Maar is dat goed of slecht? Dat is de opvolger. Ja. En wat is goed of slecht, hè? Maar ik bedoel... De vraag is, kijk, we hebben dat debat heel sterk gehad met de verzekering tegen terreurschade. Als ik even een voorbeeld mag geven. Oké, maar doe maar rustig. Dus de vraag is, hoe kunnen we daarmee omgaan? En ik vind terreurschade een schade die de staat moet vergoeden, want dat is in wezen een aanslag tegen de staat. Dat is publiek. Ja. Ja? En eigenlijk zou ik liever hebben dat men een aanslag pleegt op de minister dan op 50, 100, 200 totaal onschuldige mensen. Oneens, maar oké. Dat is een nieuwe podcast, maar... Wat lief? Dat is een nieuwe podcast. Maar dus daarover kun je even discussiëren. Voilà, exact. Maar ik wil alleen maar zeggen, ik kan het daar oneens mee zijn, maar Aldo Moro bijvoorbeeld, ja, die zei, dat was de Italiaanse voorzitter van de Democrazia Cristiana, die door de Rode Brigades gekidnapt is en gedood, lang eerste minister geweest van Italië in 1977, die zei, jongens, je moet mij bevrijden met losgeld, want ik ben de staat. En als je mij niet bevrijdt, dan heb je een serieus probleem, want dan is de staat geschaad. Dat bedoel ik met, op dat moment krijg je tenminste de kans om met een belangrijke persoon, vanuit het staatsbelang bekeken, om te gaan. Als je een aantal onschuldige mensen pakt, die er niks mee te maken hebben, die nooit oorzaak kunnen zijn van corruptie of weet ik wat, hè, die toevallig op een luchthaven of in een metro zijn, dan vind ik dat de staat die moet vergoeden. Dat is een heel lange discussie. Maar als je dat doet, ja, dan zijt je natuurlijk iemand zoals ik die wil zorgen. En anderen zeggen dan, ja, maar die zijn, die zijn niet beter dan een verkeersslachtoffer. Ik zeg, jawel, die zijn wel beter. Want als ik 's morgens het verkeer binnenrijd, weet ik welk risico ik neem. Ik weet niet, als ik de metro neem in Brussel, dat er een aanslag kan gebeuren. Hè? En dus die discussie is een voorbeeld van hoe ver moet de staat zorgen. Ja? En die slachtoffers, we hebben die dus, ik ken veel van die mensen persoonlijk, die hebben dus de voorbije 8-9 jaar heel veel, hoe zou ik zeggen, aandacht gevraagd voor hun statuut. En ik begrijp dat. Hè? Maar de verkeersslachtoffers, die dikwijls 10 jaar moeten wachten op een proces voor de politierechtbank, ja, die krijgen die aandacht niet. Mm-hmm. En dus dan is altijd de vraag, wat moet de wetgever doen? Mm-hmm. Ja. Dat is een moeilijke vraag. Ja, tuurlijk. Dat is waarschijnlijk de vraag. Degene die daar de metriek voor heeft. Ah, ja. Maar plus, per definitie, dat is ook een beetje een moreel kompas en dat zal ook evolueren doorheen de tijd. Ah, ja, tuurlijk. 100%. Ja, ik weet niet, ja, misschien daarop inzoomen. Heb je daar dan bijvoorbeeld bepaalde gevoeligheden gedirecteerd die ook, moet ik het zeggen, principes zijn om breder te trekken? In die zin, dus dat is een heel goed voorbeeld, maar tot waar merk je bijvoorbeeld dan
dat je zegt van oké, dat kan een goed initiatief zijn, maar dat we vandaag dan misschien te ver zijn gegaan? Ja, ik denk niet dat we wat betreft de bescherming van slachtoffers vandaag ergens te ver zijn gegaan. En ik schrik van het verschil in tolerantiedrempel van mensen ten aanzien van onvrijwillige schade. Ja. Maar wat is enerzijds, onvrijwillige schade? Wel bijvoorbeeld verkeersschade, ja. Waarbij ik het leven verlies, of waarbij mijn naasten het leven verliest. Ik ga verliest. Even kort onderbreken, ja. Want je vroeg het in het begin, hè, onderbreek je vaak, en bij deze dan. Maar stel, er wordt vaak geopperd van verslaving, is dat een eigen keuze, of is dat eigenlijk onvrijwillig door basis van genetische code, et cetera. Dan zou je kunnen zeggen, bon, dat is eigenlijk onvrijwillig, dus per definitie ze staat daar dan voor verantwoordelijk. Nee, dat was niet wat ik ging zeggen. Maar verslaving is nog een ander geval. Maar onvrijwillige schade is schade die ik ondervind, doordat er een blikseminslag is op mijn auto, doordat er iemand achterin mij rijdt terwijl ik perfect voor het rood licht sta en sterf enzovoort. De tolerantie van mensen daar is, hoe zou ik zeggen, ik bewonder hoe lang men soms daar kan wachten op vergoeding enzovoort en omgaan met dat probleem in vergelijking met medische problemen. Ja. En wat je heel sterk ziet is dat het aanbod daar voor een stuk het ongeduld van de vraag determineert. Je bent zo gerust in dat ze u wel gaan genezen, ja, dat je zegt, hoe is dat nu mogelijk, ja, dat niet gebeurt. Terwijl in het andere geval weet je, omdat je dat uit ervaring hoort en weet, dat het lang kan duren. Dus we hebben een heel veel lang bij ons af van ons verwachtingspatroon. Mm. Ja. Dat is normaal, maar natuurlijk naarmate je meer verwachtingspatronen goed invult, wordt het moeilijker om de mensen tevreden te stellen. Ja, als je vandaag vier maanden moet wachten op een MRI-scan, zijn de mensen kwaad. Als je drie jaar moet wachten op een vonnis, zeggen de mensen dat is normaal. Maar ik zeg niet dat dat zo is. Nee. Maar ik zeg alleen dat er zijn die dat is nog een heel ander aspect dat niet in rekening wordt gebracht. Nu is gewoon, het gaat letterlijk over uw leven of het gaat over iets materieel en financiën. Ja, maar dat vind ik nog een heel groot verschil. Dat is helemaal waar. Hè? Dus je zijt ook zwaar geschaad, dikwijls in uw gezondheid, doordat. En het enige wat men kan doen, hè, als je bijvoorbeeld levenslang in een karretje terechtkomt door een verkeersongeval, kun je niet zeggen dat dat een louter materiële kwestie is. Nee, schade. Maar dat is het enige wat men kan doen. Ondanks dat dat proces wel loopt, wordt het fysieke wel iets behandeld. En akkoord. Ik denk, voilà, akkoord. Dat is een beetje het verschil. Ja, maar goed, dat kost veel geld en ondertussen uiteraard. Kan het niet werken enzovoort enzovoort. Maar blijft dan wel in die twee... verschillende maar er is een verschil. Ik heb geen probleem daarmee. Ik wil alleen maar zeggen dat ik denk dat wij, doordat een verwachtingspatroon de gewoonte heeft om ingelost te worden, sneller ontevreden zijn. Los van de aard van de schade. Nee, plus maar bedoel, de mens vandaag is nog nooit zo arrogant geweest. Hè. We leven in luxe tijden op bijna elk niveau. Dat heb ik nooit niet gezegd, in elk geval dat zo dat men een hoog verwachtingspatroon heeft. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je moet zeer arrogant zijn om niet 300 jaar in de tijd te durven kijken en te zien hoe we vandaag leven. Zelfs 100. Maar misschien vraag dan, dus bijvoorbeeld die debatten, ik vind het wel interessant, van die terrorisme-slachtoffers. Oké, ik ken dat zeker volgen, ook al snap ik alle nuances niet van een debat. Maar hoe bepaalt je waar je op een bepaald moment de lijn ligt? Want wie bepaalt het moreel kompas? Ja. Allee, want uiteindelijk, dat is moraliteit in wetgeving proberen. Dat is die prachtige grijze zone, maar dat is net de hele complexiteit. Ja, dat heeft ons in het parlement heel veel moeite gekost en die wetgeving is nog altijd niet gestemd. Omdat dat heel gevoelig ligt en verschillend gevoelig bij de mensen die, hoe zou ik zeggen, als beleidsman destijds betrokken zijn geweest bij die schadegevallen, zoals bijvoorbeeld collega Ducarmen en ikzelf, je hebt dat meegemaakt, je waart erbij betrokken, en anderen die dat nu nuchter nemen. Dat is een abstracter dossier. Dat is een nieuw dossier, we gaan dat oplossen. Hè. En dus dat leidt tot vrij stevige debatten in de Kamer. Ja. En dat is boeiend, maar tezelfde tijd zeggen, ik heb dan een hoop buitenlandse slachtoffers die naar zo'n debat komen kijken, die de experten voeden enzovoort, zeggen, we moeten daar toch heel delicaat mee omspringen. Men zegt, in Frankrijk is het beter, in Nederland is het anders. En elke keer moet jij proberen om iets te doen dat de samenleving vooruit helpt. En niet voor deze aanslag, want die is voorbij, daar kunnen we niks niet meer aan doen, maar voor de volgende. Ja. Oké. Ik ga even nog een keer doorpakken dan. En hebben we soms ook zo'n gesprek waarin dat we dingen terug afbouwen?
waarin dat we bijvoorbeeld, maar dat zijn zo van die supercomplexe topics, ik probeer dat mee op te passen, maar waarin dat we vandaag bijvoorbeeld een bepaald slachtofferstatuut toekennen, waarin dat we toch zeggen, goh, misschien hebben we daar toen verantwoordelijkheid genomen, dat toen belangrijk was voor dat voorval, of omdat dat toen een bepaald ding was, maar waar we nu eigenlijk merken van, moeten we dat doen? En dat is dan wel dat kerntakendebat, maar ja, waar is dat? Dat gaan we zeker niet doen voor die slachtoffers die Nee, maar als dat voor een vergelijkbaar... precedenten tenzij... Voor een vergelijkbaar dossier dat niet terrorisme is, hè, want voor terrorisme zitten we vast... met wat we nu doen voor de volgende 50 jaar. Hè? Omdat iedereen gaat zeggen, ja, maar je hebt dat toen gedaan. Nee. Maar voor vergelijkbare dossiers zal men dikwijls langer wachten om hetzelfde te doen, omdat men inziet dat dat veel geld gaat kosten. Bijvoorbeeld. Ja, maar of dat men het heeft gedaan en terug afbouwt. Dus bijvoorbeeld nu binnen 50 jaar, dat we dat terug afbouwen, ziet je dat mogelijk of niet? Dat kunnen we niet weten hoe de sfeer binnen 50 jaar zal zijn. Nee. Daar kan ik eigenlijk geen zinnig antwoord op geven. Maar, zijn er dingen, ik zal het anders vragen, zijn er dingen die we 50 jaar geleden hebben besloten, waarin dat we nu misschien op terugkomen? Kan je onmiddellijk een voorbeeld geven, nee. Maar dikwijls wel bijvoorbeeld een verplichte vaccinatie, ik kan er niet onmiddellijk een noemen, maar stel dat polio uit de wereld is, dan gaan we de mensen niet meer voor polio inenten. Dat gaat wel gebeuren. Ja, oké, maar dat is een... Dat is niet wat je wilt zeggen, maar... Nee. Maar ik vraag me altijd af van... Ja, we nemen altijd meer verantwoordelijkheid als overheid, om het zo te zeggen. Ja, maar zelden bouwen die af. En dat is ook goed, hè, want dat is per definitie de hele evolutie van mensenrechten in het Westen en waarin we de democratie proberen toe te passen, zo breed mogelijk. Maar op een bepaald moment heb je dat kantelpunt waarop je zegt... En vanaf hier is het dan nu. Ja, voilà. Gestimuleerd constant door meer en meer verantwoordelijkheden op te nemen, stimuleert je meer dat rechten versus plichten systeem bij de mens. Ja. Dat is die verwachting. Dat is een beetje de vraag. Komt daar ooit een stop op? Dat is het probleem. Hè. Ik zie eigenlijk weinig liberalen en weinig rechtse partijen op het moment dat er over zo'n dingen moet beslist worden, zeggen... Kijk, heel die zorgwetgeving en heel die pensioenwetgeving en alles wat jullie uitgebouwd hebben... laat ons zeggen, met de christendemocraten en de socialisten, we zijn er eigenlijk niet zo enthousiast niet meer over. Integendeel, ik hoor onze premier regelmatig zeggen, iets wat een christendemocraat normaal zegt, wij laten niemand achter. Hè. Dat wil dus zeggen dat ideeëngoed is breed verspreid geraakt en de rechtse partijen weten verdomme goed dat ze niet moeten komen vertellen, vrijheid, blijheid, en niet alleen in termen van... de overheid... Ook als het erop aankomt. Dat pakt niet meer bij de mensen vandaag. Wel zullen ze dikwijls de reglementering als een karkan ervaren. Maar vanaf het moment dat het hen beschermt... Ik heb nog nooit iemand horen zeggen... Ik zal voor mijn chronische kankerbehandeling zelf betalen... hoewel ze 100.000 euro per jaar kosten. Maar uiteindelijk... Maar je zegt wel, het zal niet meer pakken... en dat geloof ik uiteindelijk best... maar is het dan het juiste verwachtingspatroon van de mens? Ja... Wel, wat ik wel denk, is dat indien, nu ga ik iets vreemd zeggen, hè, indien we monetair soeverein zouden zijn, dat wil zeggen, indien Europa de bevoegdheden zou hebben, zoals Japan ze heeft, en zoals de Verenigde Staten ze hebben, dat datgene waarover het gaat meestal, namelijk de financiële beperking, als uw economie sterk genoeg is, wegvalt. Begrijp je? Japan heeft een overheidsschuld van 200%. De Verenigde Staten gebruiken dat niet om de mensen hun zorg te betalen, maar om wapens te kopen, maar die hebben een overheidsschuld die groter is dan de onze. Ja. En dus je kunt wel verantwoorden vanuit een bepaalde financiële economie als je... maar nu voor België is dat geen optie voor alle duidelijkheid, want wij zijn monetair niet soeverein. En als we monetair soeverein zouden zijn, zouden we failliet gaan als we dat doen. We kunnen dat alleen in Europees verband. Ja. Ja. Maar je kunt wel een ander uitgavenpatroon verantwoorden naar een aantal beschermende kwesties toe, die ervoor zorgen dat de mensen nog gelukkiger zijn. Maar de vraag of ze daardoor gelukkiger worden, dat is iets anders. Ja? Ja. En dus af en toe, dat is wat ik altijd doe met mijn studenten, moet je ze herinneren aan hoe het elders is en hoe het vroeger was. En als jij dus niet ruimtelijk en historisch kunt situeren als mens, dan kun jij niet anders dan ongelukkig zijn. Oh ja, maar mijn go-to voorbeeld is altijd dat we niet zo lang geleden, toch in België effectief in de mijnen werkten, terwijl dan iedereen dat deed. En dan denk ik, ja bon, als je dan soms dat verschil ziet, dan zijn we zeer arrogant geworden. Oh. Waarbij dat ook misschien goed is in zekere mate, maar dat we dat niet zomaar als normaal mogen schouwen. We moeten ons daar ook niet, we kunnen daar niet aan doen, we moeten ons daar niet schuldig over voelen. Nee, maar om maar te zeggen hoeveel dat we verwachten. We moeten het erkennen en zien van waar het komt en zien dat er wat bescheidenheid nodig is.
En kwaliteit om dat vol te houden. Ja? En dat je dus moet zien dat je de mensen hebt die de kwaliteit van die zorgen, de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit van alles wat in zo'n samenleving essentieel is, kunnen handhaven. En dat niet iedereen, en nu moet ik voorzichtig zijn met wat ik zeg, taken kan gaan vervullen in de dienstensector die niet zo onmiddellijk nuttig zijn. Ja? Mm-hmm. Mijn kleinkinderen moeten leraars hebben. En mijn ouders, ze zijn gestorven, maar mijn ouders moeten zorgers hebben. Ja? Mm-hmm. En dus wij moeten zorgen, en we hebben meer zorgers nodig en meer leraars dan vroeger, omdat we veel meer zorgen en veel meer onderwijzen. Mm-hmm. Het is niet dat er geen mensen dat niet meer willen doen, maar het is dat je veel meer mensen nodig hebt om het goed te doen. En we verwachten dat, want elk kind moet leren lezen en schrijven, bij wijze van spreken. Ja. Terwijl vroeger er zeker in elke klas 10% niet kon lezen en de rest niet naar school ging. Ja. Dus dat vraagt heel veel aandacht en zorg en bescheidenheid. Ja. Mm-hmm. En daar mankeert het soms wat aan, want we denken dat dat verworven is. Nee. Mm-hmm. In het eerste studiejaar kinderen leren lezen en bij oude mensen van 95 jaar in de zorg staan, dat vergt veel liefde en veel bescheidenheid. Ja. Nee. Mooi naast dat. Ja. Bescheidenheid, leuk woord. Nee, lang geleden dat ik nog eens heb gehoord. Een herinnering voor iedereen, bescheidenheid. Voilà. Oké. Okay. Nee, alright. We zijn zo op het einde. We zijn op het einde, punt. Bedankt om te komen, Koen. Graag gedaan. Het was heel boeiend. We hebben een paar verschillende thema's, maar toch een leuke diepgang kunnen creëren. Dus ja, ik vond het heel interessant. Veel succes nog binnenkort, in welke positie dat je ook zult innemen binnen het... Heel spannend. Het NC. En... wellicht tot nog eens. Alright, super. Alright. Tot later. Goed, bye. Bye. Met veel plezier. Dank u.